Parlementariër Ansari vindt het vervelend om constant aandacht te vragen voor de situatie bij de aanmeerstijger van kleine veerboten, de Meerzorg. In de assemblee haalde ze gisteren aan dat de situatie verergert. Sari staat erop dat het ministerie van Openbare Werken nu serieus de aanmeerstijger gaat aanpakken. Dit is volgens haar hoog nodig omdat dagelijks honderden mensen gebruik maken van de stijger. Kan er geen prioriteit gesteld worden? Het is echt een roepende in de woestijn, voorzitter. Ik heb geen woorden meer voor. Ik had al aangegeven, de boothouders zullen een dag stoppen. Maar weet u wat het probleem is, voorzitter? De boothouders zijn jongens die handje contantje verdienen en als ze de dag niet varen, hebben ze letterlijk geen eten. Sari wees er ook op dat de NVB-bussen in Kommerwijnen hun diensten verlenen zonder dat er daarop controle wordt uitgeoefend. Ze vraagt zich af hoe dat mogelijk is. Het DNA-lid staat er daarom op dat het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme snel verandering hierin brengt. Kinderen die 's morgens om 5 of 6 uur van het Stolkensijver moeten vertrekken naar Paramaribo, zitten vaak zonder vervoer. Er wordt niet gemeld, ze rijden niet op tijden. Mensen van Richelieu moeten die dure bussen van Stolkensijver betalen en dan stoppen aan de hoofdweg en verder te lopen. Voorzitter. Het kan niet dat dit zo doorgaat. Dit moet de regering wel prioriteit stellen. Sadi sprak gisteren in de Nationale Assemblee tijdens een openbare vergadering.